Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 10 januari. Een regengebied trekt momenteel het land uit, trekt richting Duitsland en vanuit het westen klaart het op. Verder zien we vandaag ook nog wel hier en daar een bui vallen. De temperatuur die ligt zo tussen de 2 en de 5 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen of zuidwesten. Vanmiddag ook nog wel kans op een bui en verder een afwisseling van wolkenvelden en soms zon. De temperatuur ligt dan tussen de 5 en de 7 graden. Vanavond en vannacht is het dan betrekkelijk rustig. De kwik daalt vanavond naar een graad of twee en mogelijk ontstaat er vannacht een enkele mistbank. Morgenochtend neemt de bewolking snel toe en het gaat al vroeg vanuit het westen regenen. In de middag wordt het dan geleidelijk aan weer droog en breekt ook de zon door. Het is een stuk zachter dan vandaag, met temperaturen tussen de 7 en de 10 graden. Wel waait het stevig. In het Waddengebied gebied kan zelfs een harde tot stormachtige wind waaien en is er ook kans op zware windstoten. Vanaf donderdag wordt het beduidend wisselvalliger. De temperaturen die gaan wat naar beneden en de maximaal liggen tussen de 3 en de 6 graden. De kans op winterse buien neemt toe en naarmate de dagen vorderen, wordt het ook mogelijk wit, met name in het zuiden van het land.